Voor de wedstrijd neemt WKE afscheid van cultheld Berend Oosting. De spits zwaaide enkele weken geleden af. Te veel hinder van blessures. En volgend seizoen wordt hij hoofdtrainer van EMMS uit Slagharen. De beginfase van de wedstrijd is overduidelijk voor UNA. Maar WKE komt op voorsprong. In de 14e minuut is het Wilkoops die scoort uit een voorzet van Jan Hooiveld. En weer is het een kopbal van Koops. Het is toch zijn handelsmerk. Opnieuw de thuisploeg met Jume Ramos. De eerste poging gaat nog mis, maar dan! Ja, goed schot van hem. Samen met Robin Demeijer is hij topscorer van WKE met 5 goals. Dan UNA. Ploeg die vijfde staat in de topklasse met 22 uit 14. En WKE staat daar 11 punten achter. UNA. Overtreding van Koops. IJzerman in de goal, omdat Bangma geblesseerd is aan zijn enkel. En IJzerman ziet dat Jeroen Stottelaar tegen het ijzer schiet. Goede poging van die Stottelaar, maar WKE dan. Met Jan Hooiveld, goede actie, goede voorzet. Nou, Anton Jongsma. Ja, ruim over. En zo blijft het bij rust 1-0. Maar UNA, zoals ze zegt, de betere ploeg. Krijgt de meeste kansen. WKE heeft nog geluk. Dit was de aanvoerder, Nick van Boekel. Dan WKE. Slecht verdedigd bij UNA. Bal op de lat en dan is het Jan Hooiveld die attent is. Met gevaar voor eigen leven. Dat wel. Maar hij doet het goed. Jan Hooiveld. Nadat eerst Wilkoops de lat raakte. 2-0 WKE. Ja, eigenlijk is het ongelooflijk. Tegen de verhouding in ook. Maar het staat er wel. Demeijer. Op Grot. Hij in de ploeg gekomen voor Anton Jongsma. En Grot scoort. Niet te geloven. 4 kansen. En 3 treffers. En WKE recht haar rug dus na de nederlaag van vorige week tegen Bikwik. Want met een kwartier te spelen mag het toch niet meer fout gaan. Dan UNA. Met de voorzet. Schot, wat is het? Bal wordt verlengd. Ja, bewust denk ik toch. Door de spits. Door Jelle Schijvenaars. Ja, doet dat goed hoor. Komt voor Guus de Vries. En IJzerman is kansloos. 3-1. En natuurlijk heeft UNA haast. De ploeg uit Veldhoven. Lange bal. Weer op die spits. WKE grijpt niet in. Meertens is weg. Wordt uitgekapt. De sliding van Guus de Vries is te laat. En dan is het 3-2. 3 minuten na de 3-1. Is de spanning helemaal terug. En dan zijn er nog 12 minuten te spelen. Doelpuntenmaker Nick van Boekel. Laat IJzerman deze bal kunnen hebben. En je ziet de zorgen toenemen aan de kant bij WKE. Van Boekel. Combineren. Gewoon in de 16 van WKE. Ja, het mag niet. Het gebeurt wel. Maar hier ontsnapt de ploeg nog van Jozef Oosting. Dan de corner. En de hensbal. Ja, het is hens. Het gebeurt in de 95ste minuut. Geel. En dat betekent 2 keer geel voor Giliano Grot. Penalty voor UNA. Het kan er nog wel bij voor WKE. Dat eerder al Sander Meertens zag vertrekken met 2 keer geel. Met 9 tegen 11 komt UNA op gelijke hoogte. Het is Jelle Schijvenaars met zijn tweede goal. En WKE geeft een 3-0 voorsprong uit handen. Want hier is het laatste fluitsignaal. WKE verspeelt dure punten tegen UNA. Ja, kloten natuurlijk. Ja, kijk, die penalty, ja, het is gewoon een hensbal. Dat is penalty. Ik probeer te verdedigen, ik draai me om en het komt tegen mijn hand aan. Dat is een penalty. Maar dat we 3-0 voorstaan en we geven, hun kunnen op de 16 aannemen. 1-2'tjes maken, ja, dat kan gewoon niet met 3-0 voorsprong. Dan moet je die ballen gewoon wegschieten. Ja, het is een klote gevoel. En ja, wat moet je eraan doen? Ik snap dat je zegt van, hey, je hebt er
Met een punt moet je mag je blij zijn, maar ja, als je met 3-0 voor staat, is het wel zuur en dan voelt het wel als een nederlaag. Dan de uitslagen in de zondag topklasse, WKE. Tja, het verspeelt dus die 3-0 voorsprong. Verder valt op dat de koploper verliest, AFC, en dat de nummer 2 gelijk speelt. Wiekwik, 1887, verliest ook. Dit is de stand. AFC nog wel koploper, Leonidas blijft tweede. En WKE met 12 uit 15 op de 14e plaats. Onderaan nog altijd Juliana 31.